Een van de belangrijkste manieren om structureel te blijven groeien is let op de lange termijn. Als je mij al een poosje kent, dan weet je wel dat ik een groot voorstander ben van denken in de lange termijn in plaats van de korte termijn. En om ook vooruit te kijken van wat wil ik nu eigenlijk echt allemaal nog gaan doen? Dus wat wil ik het komende jaar nog gaan doen? Maar wat wil ik misschien ook in de komende 5 of 10 jaar doen? Wat is mijn levenswerk? Wat je ook maar wilt. Het is heel belangrijk om lange termijn doelen te stellen. En wat ik voor mezelf doe, is dat ik een soort van levenswerk voor mezelf heb gemaakt. Dus echt de vraag voor jezelf beantwoorden van wat wil ik echt? Dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Ik heb daar ook andere video's over opgenomen. Voor nu ga ik het dieper met je hebben over die lange termijn doelen. En hoe je die nu eigenlijk opstelt en op wat voor manier jij dat ook kunt doen. En ik deel gewoon mijn verhaal daarin. En ik hoop dat jij daar iets voor jezelf aan hebt. Dus wat ik zelf doe, is dat ik altijd 10-jarige doelen opstel. Dus dat betekent op het moment dat ik, toen ik bijvoorbeeld 25 was, toen ging ik doelen opstellen van maar waar wil ik staan op mijn 35ste? En hetzelfde deed ik voor mijn 30ste. Dus ik maakte ook 5-jarige doelen. Dus ik maak 10-jarige doelen en 5-jarige doelen. En ik kijk van wat kan ik dan realiseren? Ik doe dit op 4 verschillende gebieden. Dus dat betekent dat ik eigenlijk 4 grote doelen heb, waaronder ik kleinere doelen voor mezelf opstel. Ten eerste betekent dat ik op de 10-jarige doelen ga kijken. Van wat wil ik realiseren? En dat doe ik op 4 gebieden. Dat doe ik altijd op gezondheid, geld, geluk en groei. Ook dit leg ik in een andere video uit hoe je dit uitgebreider kunt doen. Voor nu is het handig om te weten dat gezondheid dus heel erg gaat over wie jij zelf wilt zijn qua fitheid. Geld gaat heel erg over jouw salaris bijvoorbeeld. Maar ook hoeveel spaar je, hoeveel investeer je bijvoorbeeld. Geluk gaat heel erg over de relaties die je hebt, de leuke dingen die je doet. En groei gaat heel erg over jouw persoonlijke groei en jouw persoonlijke ontwikkeling. En dat zijn de 4 belangrijkste gebieden. En op die 4 gebieden zet ik dan doelen op 10-jarige termijn en op 5-jarige termijn. En ook om ze nog kleiner te maken op 1-jarig. En hoe werkt dat nu in de praktijk? Heel simpel. Laat ik een voorbeeld pakken. Over 10 jaar wil ik bijvoorbeeld in staat zijn om een lichaam te hebben waarmee ik altijd elk jaar een marathon zou kunnen lopen. Waarop ik een bepaald gewichtaantal heb. Dus stel ik wil 75 kilo wegen. Een bepaalde hoeveelheid spiermassa. Zo kun je verschillende doelen daarin opstellen. Een 5-jarig doel kan zijn dat je nu gaat werken aan 1 van die punten die je over 10 jaar wilt realiseren. En hetzelfde kun je op 1-jarige termijn doen. Dus wat kun je dan dit jaar gaan doen om al een kleine stap te gaan zetten? Dus wil je dan nu al gaan trainen op dat stuk dat je verder kunt gaan hardlopen? Of juist op het stuk dat je bijvoorbeeld veel meer rust ervaart? Dus dat je bijvoorbeeld aan yoga doet om juist subtieler te kunnen worden? Het ligt dus helemaal aan het doel wat je op dat moment hebt, maar om die in ieder geval te gaan opsplitsen. En zo maak je dus de lange termijn doelen heel erg concreet voor jezelf. Als je bijvoorbeeld je eigen bedrijf hebt, dan wil je ook kijken van over 10 jaar, wat voor omzet wil ik dan draaien? Wat voor winst wil ik daar uithalen? Hoe ziet dat er dan voor mij uit? Maar ook heb ik bijvoorbeeld personeel, ja of nee? Wil ik alles alleen blijven doen? Dus dat stippel je al helemaal voor jezelf uit. Wil je alles online doen of offline? Je merkt al, er zijn een heleboel vragen die dan loskomen op het moment dat je je bezighoudt met die lange termijn planning. En dat vind ik zo mooi ook aan die lange termijn. Je gaat dus heel erg nadenken over waar je wilt staan. En daarna kun je het structureel korter gaan maken voor jezelf. Dus door ook op de korte termijn te gaan kijken. Maar wat ga ik dan dit jaar al doen? Want dan wordt het heel erg concreet. En maak je het bruggetje van lange termijn naar korte termijn. En maak je het dus ook van misschien wat zweverig. Of misschien dat je heel erg ver weg denkt. En denkt van dit klinkt allemaal nog zo ver weg, die 10 jaar. En daarom maak je het juist weer kleiner naar 1-jarige doelen. Dat maak je natuurlijk nog weer kleiner. Totdat je bij dagelijkse doelen uitkomt waarmee je nu aan de slag kunt met die jaardoelen. Om uiteindelijk die 10-jarige doelen te kunnen bereiken. Ik hoop dat je iets hebt aan deze video. Wil je meer weten? Wil je ook weten hoe je structureel bepaalde doelen kunt opstellen voor jezelf? Bekijk dan ook even mijn andere YouTube video's voor meer informatie. Wil jij mijn nieuwste en laatste YouTube video's ontvangen? En wil je steeds meer weten over persoonlijke ontwikkeling en het runnen van je online business? En daar meer tips en inzichten over krijgen? Abonneer je dan ook even op mijn YouTube kanaal. Laat me ook even weten wat je vond van deze video in een reactie. En ik hoop je natuurlijk de volgende keer dan weer te zien en te spreken. Denk groot, start klein.